Af en toe dan denk ik echt, jeetje, wat ben je toch... Houd toch even op, Marleen. Kap nou even met in alles een businessmodel zien. Terwijl ik helemaal... Het gaat me echt niet om het geld, maar het gaat me meer dat ik denk van... Oh, tak, 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 dat valt dan in elkaar. En dan word ik gewoon weer blij van. Dan denk ik van ja, dit klopt. Noem eens ondernemerschap zo nu en dan. Je hebt het misschien niet gezien, maar ik heb net gestart. Oh. Dit laatste stukje. Dit maar je had zo'n mooie intro. Ik had een hele mooie intro. Boom. Yes! Blij dat we hier nu samen zitten in onze studio deze keer, Marleen. En dankjewel dat je deze kant op bent gekomen. Dat ja, echt heel cool. Ik vind het echt cool om nu... Wij doen niet zo heel vaak podcasts. En ik ben blij dat ik gewoon de goede mensen hier uit Amsterdam nog eens hier de studio in kan krijgen. Ik krijg gewoon bijna zin om dit iedere week te doen, joh. Ik kijk hoe gezellig is het. Ik krijg gewoon een glas wijn. Echt, het is gewoon lekker knussen. Ik zal even een korte intro doen voor degene. Je mag het ook zelf doen. Maar weet je wat? Ik ga het proberen. En als ik dan dingen vergeet, moet je het zeggen. Nee, maar, ik ben heel erg benieuwd. Brand los. Marleen Evers, de founder van een heel aantal bedrijven. Onder andere Gold Republic. Maar voor mij nog belangrijker, NX. NX Change als een handelsplatform. En een van de weinigen die dat ook echt daadwerkelijk mag. Weinig mensen weten dit, maar het staat gewoon in de Nederlandse wet dat je niet zomaar een handelsplatform mag opzetten. Belachelijk. Dat is gewoon pertinent verboden, totdat je een bepaalde goedkeuring krijgt. En ik ben daar diep van onder de indruk dat je dat zo hebt opgezet. En het laatste stukje wat ik als intro wil doen, want we hebben het over een heel aantal dingen hier, maar eentje is participatie, mede-eigenaarschap. En de reden dat ik je heel graag een keertje wil interviewen is eigenlijk door wat jij de laatste maanden als voor mij als buitenstaander, als nieuwe denkstappen en veranderingen hebt meegemaakt met je bedrijf, wat ook veel meer naar die participatie toe is gegaan. Dus ik vind het echt mega interessant. Grote bedrijven hier in Amsterdam, door jou vertegenwoordigd. En wat ben ik nu nog vergeten over jouw intro? Ja, dat jij eigenlijk één heel erg belangrijk ding, en dat klinkt echt heel erg slijmerig nu, maar jij hebt me wel echt geïnspireerd en tot het denken aangezet daarin, Quintus. Dat mag ik toch echt wel even zeggen. Ik word een beetje stil van. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Nou ja, cool. Dankjewel. En als eerste is eigenlijk de vraag van mijn kant. Als intro hier naartoe, dat is meteen best wel koud binnenkomen. Van, je hebt op een gegeven moment bedacht, en voor mijn gevoel is dat nog helemaal niet zo heel lang geleden. Op een gegeven moment zei je tegen mij, Quintus, we gooien het om. Iedereen wordt eigenaar. Iedereen wordt mede-eigenaar. Klopt. Dan heb ik als eerste vraag, waarom was het daarvoor niet zo? En daarna de vraag, wat was het omslagmoment? Nou, ik weet niet waarom, maar ik denk dat wij als mens zijnde altijd heel erg denken vanuit... vooral niet vanuit overvloed. Dat we altijd denken van, oh, als ik het maar bij me hou, want straks verlies ik het. Ja. En ik op een gegeven moment denk, wat ben ik in godsnaam mee bezig? Als ik het gewoon openstel, dan komt het naar je toe. Ja. Dat zijn gewoon de wetten van de natuur. Ja. En dat was voor mij wel een omslagpunt. Dat ik dacht van ja, hoezo moet ik dat stemrecht steeds voor mezelf houden? En dat is een hele grappige beweging. Want we hebben natuurlijk nog niet zo heel erg lang dat je bedrijven hebt die gecrowdfund worden door veel mensen. Dat is pas sinds 2017, 2018, eigenlijk nog later, dat steeds vaker gebeurt. Ja. En op de een of andere manier hebben we bedacht in dat crowdfunding model dat die mensen die participeren in zo'n crowdfunding geen stemrecht krijgen. En dat vind ik heel raar. Want je trekt je community aan. Je zegt, kom bij mij, geloof in mij, word onderdeel van mij. Maar ho, je mag niet meebeslissen. Dat vind ik heel raar. Dat is echt iets waarvan ik dacht van, dat is gewoon in de core, in de basis, dat ik dacht van, ja, wij willen gewoon hardcore impact gaan maken met NX Change. En dan laat ik mijn aandeelhouders niet meestemmen. Waar zit dat nou? Dat is toch idioot? Ja, ik herken heel erg wat je zegt hierin. Wat misschien ook wel aardig is om erbij uit te leggen voor mensen die de crowdfunding space omgeving niet zo goed kennen. Waar ik verbaasd over was en daar heel laat pas achter kwam, is dat in het begin het merendeel van crowdfunding, dat was een soort van lening die werd gegeven aan bedrijven. Heel veel worden met obligaties en andere soort vormen van leningen, ja, waar dat geld op gehaald. Terwijl ik altijd al dacht, al
nou ja, sinds zo vroeg als dat crowdfunding begon. Van, nou, je zelfs bij Kickstarter, je koopt je in en je bent dus mede-eigenaar van een bedrijf. Ja. Maar niks was minder waar, nee. Wat dat betreft. Ja, klopt. En het gekke was, dat ja, dat was ook allemaal niet zo duidelijk, dat klopt. Maar ja, heel vaak werd ook gezegd, ja, de wetgeving staat dat niet toe. Nou, dat is ook niet waar. Je mag prima meerdere mensen aantrekken om jouw bedrijf te vinden. Dus ik zie ook geen reden waarom dat niet aangeboden kon worden. Maar dat is wel op een gegeven moment wat er daar buiten toe leefde. Dat crowdfunders niet equity mochten funden. Dat is gewoon niet waar. Alleen het werd gewoon niet geboden. Ja, nou, dat is waar ik me heel erg over verbaasde. Dat dat gewoon niet gebeurde. En inderdaad ook het idee van, hé, maar dit zal wel niet mogen. Totdat ik de regels indook en bleek van, nee, ja, je mag geen niet zomaar een exchange opzetten. Nee. En toen kreeg je natuurlijk de crowdfunders die dan convertibles gingen aanbieden. Want ja, dat zou dan wel wat dichter bij equity liggen. Maar ja, dat is een super complex product. Want je koopt je in iets waarvan je van tevoren niet weet wat het later waard gaat zijn. Ja. En ja, leg dat maar voor aan een retailbelegger die geen idee heeft hoe beleggen in elkaar zit, hoe waarderen in elkaar zitten. Waarom moet het allemaal zo complex? Ja, ja, en voor degene thuis, een convertible is een converteerbare lening. Dus je geeft iemand geld, je leent iemand geld. Vaak krijg je daar ook wel rente over op de een of andere manier. En op een gegeven moment aan het einde van die lening, kan door een aantal redenen kan het komen, kan die lening omgezet worden in aandelen. Ja, ik ben zo blij dat je dit gewoon even uitlegt. Ik vergeet soms al die stomme termen nog. Echt serieus, houd er even op, Marleen. Maar het is vrijdagmiddag, dus ik moet wat scherper zijn. Ik zal wat meer mensentaal praten vandaag. Lekker. Cheers, op de mensentaal. Ik zeg proost, hier gaan we gewoon op door. Maar je gaf dus ook aan van, ja, je houdt in het begin nog relatief veel, hield je relatief veel bij je. En op een gegeven moment heb je daar een omslag. Alles. Nou ja, nou, misschien is dat nog wel aardig om uit te leggen. Daar had ik ook een tijd over gedaan. Wij kwamen elkaar voor het eerst tegen. Vind ik nog wel interessant om te vertellen. Toen ik aan mijn vrouw vertelde, er is zo'n coole ondernemer hier in Amsterdam. Dat is, ja, dat is die Marleen. Ik zou zo graag een keer met haar willen praten. En dat zij een afspraak met jou had gemaakt voor mij. En dat we elkaar daarin spraken. Wat ik toen niet wist, ik wist alleen maar An Exchange. Wat ik niet wist, was het überhaupt bestaan van Gold Republic. Klopt. Misschien goed om een klein beetje intro in die combinatie nog te geven. En hoe het een misschien ook wel een katalysator was voor het ander. Zeker. Ik ben 12 jaar geleden gestart met Gold Republic. Gold Republic is een platform waar retailbeleggers, dus particuliere beleggers zoals jij en ik, beleggen in fysiek edelmetaal. En dat doen ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dan kunnen ze kopen. En dat wordt dan namens hun opgeslagen in een kluis. Ze kopen het fysieke eigendom, het edelmetaal. Maar dat wordt hun aangeboden in een digitale omgeving. En ja, dit was eigenlijk een voorloper onder ons platform Gold Republic werkt op wat we nu zeg maar als de grote ja, blockchain-markten zien. Ja. Hoe we dat administreren, hoe we eigendom overdragen, et cetera. En ja, ik heb dat eigenlijk gedaan vanuit het oogpunt dat ik dacht, ja, goud ligt dicht bij geld. Ik ben ermee gestart in 2010, direct na de financiële crisis. Goud per definitie leent zich heel erg goed om het fysieke eigendom over te dragen aan een derde. Op afstand, als het in de kluis ligt. Dus ik vond dat super interessant om te doen. Nooit denkende dat het op zo'n grote schaal gekocht zou worden. Want inmiddels is Gold Republic, nou, gaan we richting de 400 miljoen aan assets die opgeslagen liggen in de kluizen wereldwijd. Goud, zilver en platina inmiddels, niet alleen maar met goud. Maar dat is verdeeld over duizenden beleggers die de hele dag daarin handelen, eigendom overdragen aan een derde, aan een ander die het goud weer koopt of verkoopt. En om dat uit te denken, gewoon vanuit een core principe om 100% transparantie te geven in die administratie, dat je dat goud ook echt hebt en houdt. Ja, dat was voor mij een hele leuke uitdaging. En ik vond het niet meer dan normaal. Ik denk als je in goud belegt, dan doe je dat op die manier. Blijkbaar was dat niet zo. Maar ik vond het heel normaal. Want blijkbaar was het normaal dat het een soort beloftepapiertje was van, nou, er zou ergens op de wereld een stukje goud kunnen liggen wat eventueel deels van jou is. Ja, je kon, nou, ook al was het dan misschien wel zo, dan kon je in ieder geval niet zelf die match maken en zelf zien of dat ook echt klopte. En dat vond ik heel raar. Hoezo geloven we alles wat er gebeurt? Nou ben ik helemaal niet zo ongelooflijk. Maar ik vind het gewoon niet meer als goed huisvaderschap, noem je dat zo. Ja. Dat je dat gewoon laat zien. Dat je daar transparant over bent. Ja. Ja. Nou ja, dat ging zo een tijdje door. Niet realiseren, want ik vind dat je als belegger,
niet alleen maar 100% goud in je portefeuille moet hebben. Ik vind dat je altijd een breed gespreide portefeuille moet hebben. Niet realiserende dat de mensen... Waarom vindt Marleen Everts dat? Waarom vind jij dat? En niet de hele markt? Maar... Ik denk dat als je met enigszins kennis van de markt, waar die heen kan gaan, dan moet je rekening houden met alle scenario's. En als je all-in gaat op één asset, maakt niet uit of het goud is, of dat het aandelen zijn, of vastgoed, of crypto's. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als je all-in gaat op één asset, dan is dat eigenlijk wat mij betreft hetzelfde als in een casino staan en gokken op rood of zwart. Ja. Dus een gespreide beleggingsportefeuille is denk ik voor iedereen slim. Naar de toekomst toe. Tenminste, als je het sensible opstart, als je een keer gokje wil wagen omdat je wat geld extra hebt. Of als je een langere beleggingshorizon hebt doordat je wat jonger bent. Ja, dan moet je dat lekker zelf weten. Maar als je structureel belegt, dan denk ik dat goud een heel nette asset is in je beleggingsportefeuille. Ja. Dus ik zie dat als onderdeel als daarvan. Daarvan. Ja. Maar wat ik me niet gerealiseerd had, is dat goud heel... En dat heb ik wel gerealiseerd, maar niet gerealiseerd dat dat zo belangrijk was en nu nog belangrijker is geworden, dat goud heel erg gelinkt is aan alles wat eigenlijk best wel slecht is in de wereld. Inflatie, oorlog, geopolitieke spanning. Ik wou net zeggen, ik weet nog een man hier ergens in het oosten van Europa, die vanuit zijn presidentieel paleis net, ik geloof, een paar gebieden in Oekraïne heeft ingelijfd vanmiddag. Ja, en dat, dat heeft in ons geval een positieve impact vaak op de prijs van goud. Ja. En gelukkig kunnen wij dat servicen, kunnen wij dat dienen. Dus we hebben al vanaf 2019, maar tijdens de start van corona ging goud door het dak. Iedereen wil goud hebben. Ja. Dus we hebben niet stilgezeten. Maar gelukkig kunnen we het servicen, maar goud heeft dus vaak niet te maken met groei en positiviteit. En dat is precies... Te maken met angst. Het heeft te maken met angst. Het heeft te maken met het verzekeren tegen alles wat er mogelijkerwijs kan gebeuren. Ja. Waarvan ik vind dat als je slim bent en goed nadenkt over waar je straks over 10 jaar moet staan of over 20 jaar moet staan, daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Maar ik ben als persoon, ik wil ook bezig zijn met groei en ondernemerschap en innovativiteit en impact maken. En tegelijkertijd maak ik me ook zorgen over... Oké, we staan nu op een bepaalde plek in de wereld. We hebben een groot tekort aan grondstoffen. We hebben te maken met hoge inflatie. Dus al die dingen bij elkaar denk ik van ja, maar dat kan ik met alleen met dat goud kan ik niet genoeg. En zo is NXJ's ontstaan. Ah, en wanneer was dit? In 2016 al. Wauw, ver op je tijd vooruit. Veel te vroeg natuurlijk. Zoals iedere ondernemer. Je zegt dat heel duidelijk, veel te vroeg. Was dat ook echt zo? Dat was absoluut zo. Op dat moment was er nog geen sprake van blockchain. Was er nog geen sprake van ICO's. Initial coin offerings noemen we dat. Iedereen zei wel, wie zit er nou te wachten op een nieuwe beurs? Hoezo moeten we een alternatief handelsplatform hebben? Ja, en dan komen we nu nog weer even terug naar die regel die in de wet staat. Je mag niet zomaar een beurs opzetten. Het is gewoon verboden bij wet. Ja, nou ja, en daarnaast vonden de mensen van... ja, we hebben toch al onze beurzen. Hoezo hebben we er nog eentje nodig? Ja. Dus ik dacht, wij kunnen dat. En we kregen ook nog de vergunningen om dat te mogen doen. Want inderdaad, bij wet mag je het anders niet aanbieden. Dat is ook niet over één nacht ijs gegaan. Dat is niet over één nacht ijs gedaan. En dan begin je vanaf nul. Hoe heet ze ook alweer? De oplaadplekken. Ja, vanaf Fastnet inderdaad. Dat was onze eerste uitgever op het platform van NXChange. En door de jaren heen NXChange is echt vanuit mij als ondernemer echt het meest interessante bedrijf wat ik ooit heb opgericht en ik denk ook ooit opgericht zal hebben. Want je zet niet zomaar een beurs op. Daar komt ongelooflijk veel bij kijken. Dus, en als je dat eenmaal hebt, dan kun je daar zoveel verbetering mee doorbrengen. Dat is ongelooflijk. Maar je moet ergens beginnen. Je moet ergens iets opbouwen. Maar in ieder geval zat ik op dat stukje van innovatie, nieuw, economische groei. En dat is een plek waar ik me in ieder geval heel erg thuis in voel. Mooi. Ja, nou, je vertelde net heel eventjes.
Over dat je net weer, niet net weer, dat je zojuist de Monte Rosa hebt beklommen. Klopt. Voor degenen die het niet weten, het is een hele mooie berg in het noorden van Italië. Sommige mensen denken dat dat de Italiaanse Dolomieten zijn, maar dat is het niet. Het is het zuidpuntje van de Alpen wat dat betreft. Dit relateerde je daarnet toen we even van tevoren zaten te voorspreken, om het zo te zeggen. Relateerde je dat aan een stukje bezinning misschien zelfs wel? En ik zou je een vraag willen stellen die daartoe in relatie staat, dus een stukje bezinning. En het vooral is nog weer eens een keer terug naar het omslagmoment. Oké, nu ga ik iedereen mede-eigenaar maken van an exchange. Dat is waar je nu op dit moment mee bezig bent. Misschien ook nog wel even met een knipoog naar, ik ga gewoon een airdrop uitgeven. Misschien even uitleggen wat dat is. Maar ik ben als eerst benieuwd naar dat omslagmoment van nu mag iedereen mede-eigenaar worden. En dan misschien daarna, dat gebeurde niet helemaal synchroon, daarna jouw klim op de Monte Rosa en wat je daar dan precies had. Ja, eigenlijk het mede-eigenaarschap van iedereen, dat was eigenlijk, ik denk 2 weken voordat ik de Monte Rosa ging beklimmen. Ik hou van klimmen. Toen was je al wel begonnen met de medewerkers allemaal mede-eigenaar maken. Ja, daar was ik mee begonnen. En we hadden al op dat moment, ik denk, een 50 aandeelhouders of zo. Dus het is niet dat ik alleen maar groot aandeelhouder was met een klein clubje. Maar we hadden al best wel wat substantiële groep, ja. Maar het was dat ik, voordat ik eigenlijk in mijn voorbereiding naar de Monte Rosa toe. Ja, ik was al aan het nadenken van, ik vind gewoon... Misschien heeft dat ook te maken met ouder worden. Op een gegeven moment moet je gewoon kleur gaan bekennen. Moet je gewoon zeggen, hier sta ik voor, dit doe ik en ik ga niks anders doen. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar wat ik net al in het begin zei. Van ja, het gaat nergens over hoezo ken ik mijn aandeelhouders geen stemrecht toe. Want tot op dat moment waren al mijn aandeelhouders, inclusief medewerkers, gegroepeerd in een stak. Waar het stemrecht van de aandelen eigenlijk gescheiden is. Waarbij voor degene thuis, een stak is een stichting administratiekantoor. Het is een stichting die je opzet, die een deel van je aandelen houdt, daar certificaten op uitgeeft. Ja. En die geeft certificaten uit en in ons geval stemrechtloze certificaten. Ja. En ik denk, ja, maar waarom? Ik behandelde al mijn certificaathouders als aandeelhouders, want die neem ik hartstikke serieus. Hoezo geef ik ze dan geen stemrecht in mijn onderneming? Hoezo moet ik iets doen wat niet in lijn is met wat zij willen? Want ze hebben toch ook wel serieus meegeïnvesteerd in onze onderneming. Dus ze hebben er ook belang bij dat het goed gaat. En belang bij om goed advies te geven. En belang bij om goed mee te stemmen. Ja. Daarnaast was een ander ding ook heel erg belangrijk. Ik denk als ik grote impact... Want ik heb op een gegeven moment heb ik ook besloten van ik wil gewoon impact maken. Ja. Ik denk als je naar de verre toekomst kijkt... Dan vanuit twee punten wil ik dat. 1, omdat ik denk van oké, het is nodig. Let's face it. We staan er gewoon niet lekker voor. Pas die realisatie dat we er niet lekker voor staan, die kwam later pas bij mij toen ik in de Monte Rosa stond. We hebben het even over klimaattoestand, neem ik aan. Of bedoel je echt alle aspecten van de maatschappij? Ik bedoel eigenlijk wel breder dan dat. Alleen het behalen van klimaatdoelstellingen is al echt een, dat is hell of a job. Een hell of a job. Maar er is nog veel meer dan dat. Ongelijkheid. Het is eindeloos. We hebben mag niet schelden hier, maar we hebben er een puinhoop van gemaakt. Dus dat is 1, maar die voelde ik wel. Maar daar kwam toch de belegger in mij naar boven. En die zei van oké, in deze situatie waar ik nu sta, waar ga ik nu nog in beleggen? En aandelenmarkten overgewaardeerd, cryptomarkten, die gingen door het putje. Vastgoedmarkten, waarvan je nu nog je moet afvragen hoe zeker sta je daarin. Wat zijn de opties nu nog? Dus ik ben me daarin gaan verdiepen en ik denk van ja... De grote unicorns van de toekomst, dat zijn die bedrijven die op substantiële wijze bij gaan dragen aan moeilijke vraagstukken, zoals klimaattransitie, zoals eigenlijk alles wat ellende is in de wereld. En dat zijn de volgende unicorns. Dus daar wil ik zitten. Daarnaast, alle bedrijven die dat niet doen, en die misschien geen sustainable beleid hebben of niet daar aandacht aan geven,
die houden gewoon op om te bestaan. We gaan het straks niet meer hebben over ben je een systeem, ben je een B-corp. Dat willen wij wel, allebei inmiddels. Ja. Jij lang, ik iets minder lang. Daar gaan we het niet meer over hebben, het wordt gewoon de norm. Ja. Dus alle bedrijven die nu nog niet daarmee bezig zijn, die zijn straks gewoon te laat. Dus ik dacht als belegger, dat is de plek waar je nu moet zitten. Daarnaast moet je ook nog eens een keer meenemen van ja, waar kies ik dan voor? Hè? Dus je moet nadenken over oplopende rentes. Wat zijn die beleggingsklassen daarbinnen? Want sustainability of impact is hartstikke breed. Wat zijn nog die plekken waar je dan wel wil zitten? Nou, en zo is mijn keuze gekomen van sowieso impact. Dat is een no-brainer. Daar moet je zitten. Daar komt ontzettend veel vraag naar in de komende tijd. En binnen die impact hebben wij een keuze gemaakt voor green bonds. Want clean energy, nou ja, we voelen het allemaal nou. De verwarming moet, het is hier trouwens nog lekker warm. Graag gedaan. Moet ik me zorgen maken over jou? Dit is uit mijn lijf, kan ik je vertellen. Dit is, ik wil het ook niet te lang maken, dit interview. Want dan moet moet gewoon weer uit. Dan, Ik ga het kort houden. Nee, dus clean energy, green bonds in dit geval. Een bond op MKB. Een mand met heel veel kleine SME-leningen daarin. SME is MKB, Small MKB, Medium Sized Enterprises. Klopt, ja. En niet één lening die je verstrekt, niet één obligatie die je verstrekt aan één MKB-bedrijf, maar aan nou, misschien wel 4.000-5.000 MKB-bedrijfjes die allemaal hele kleine tot maximaal miljoen euro lenen. Maar het start al vanaf 1.000 euro, geloof ik, wat zij lenen. Ik wil zeggen, 1 miljoen euro is voor een hele hoop mensen heel veel. Het zit veel echt geld. Tussen de 1.000 en 1 miljoen max euro wat deze MKB-ondernemers lenen. Waarbij wij niet bekijken of die onderneming daarvoor kwalificeert, maar een gespecialiseerde van partner van ons, Swiss Fund. En wij verstrekken daar een obligatie op. En die obligatie die is ook nog eens een keer gekoppeld aan de Europese rente. En zoals we weten loopt die op. Ja, op dus dit moment in ieder geval. Op dit moment. En de verwachting is, naar mijn mening, het is een vrij kortlopende obligatie. Ik geloof dat die maximaal 3-4 jaar loopt. Naar mijn mening gaat dat in de komende 3-4 jaar niet veranderen. Dus vandaar dat wij hebben gekozen voor een variabele rente op deze obligatie. Want anders zit je gewoon vast. Ja. Dus vandaar dat wij hebben gezegd, variabele rente. Nou, die rente die is begonnen op 8%. Die zit nu al op de 8,5%. Ergens tussen 8,25 en 8,4% binnen 1,5 maand nadat die is uitgegeven. Dus wees je bewust waarin je belegt. Want het is niet zozeer dat die rente omhoog is gegaan. Nee, je geld is gewoon minder waard geworden. En al nou ja, die dat vaten, is zeker. Met de inflatie, ik las tuurlijk, vandaag dat het 17% was. Dus van mijn 100 euro is 17 euro inmiddels afgesnoept. Ja, 17,1%. Deze maand was het eerste wat ik zag na ik mijn eerste kopje koffie had. Dus je moet maak jij je over dat soort dingen zorgen? Ontzettend. Ja, absoluut. Omdat maak jij je daar ook zorgen over voor jouw medewerkers? Ik maak me daar omdat ook die heel zorgen dicht bij jou over staan, mijn misschien? Medewerkers. Maar ik maak me nog meer zorgen over, want mijn medewerkers worden heel goed betaald. En vorig jaar, eind van het jaar, hebben we nog de inflatie gematcht. Ik weet niet of we dat dit jaar weer kunnen. Dat is bijna onmogelijk met deze getallen. Ja. Maar ik maak me gematcht met de inflatiecijfers. En dan heb je het over salaris is gematcht. Wow. Absoluut. En, maar dit jaar, ik weet niet of we dat gaan redden. En ik weet één ding wel zeker. Dat is, ik denk dan over alleenstaande moeders. Mensen uit, gewoon, mijn medewerkers en ik zelf. Ja, misschien moeten we een keertje minder op vakantie. Misschien kunnen we niet die dure laarzen kopen. Misschien enzovoort. Maar het gaat nog niet over, kan ik die luiers wel aanschaffen? Of kan ik überhaupt eten of de verwarming aanzetten? Jij en jouw medewerkers hebben allemaal wel de 7 vinkjes van Joris Luijendijk, lijkt het op. Dat denk ik wel. En ik maak me daar oprecht zorgen over. Ik maak me daar echt heel erg zorgen over. Ik kan er alleen niet zo heel veel aan doen. Dus nou ja, het is ook niet waar. Ik kan doen wat in mijn machten ligt om hier tegenin te gaan. En daarom ben ik constant bezig met wat voor producten kun je nou bedenken die groot en kleine beleggers kan helpen om hier enigszins heel hard doorheen te komen als ze wat geld sparen of opbouwen of wat dan ook. Want sparen en het geld op de bankrekening laten staan is gewoon ronduit onverstandig op dit moment. Ja. Dus je moet. Het verpietert. Het is gewoon weg. 17,1%. Dat betekent dat je na 5 jaar, nou, hooguit 5,5 jaar niks meer over hebt. Ja. Het is gewoon weg. En dat is wel iets. Nou ja, maak je zorgen over. Ja, natuurlijk maak ik me daar zorgen over. Ja. Ik maak me ongelooflijk zorgen over. En het kan nog veel harder gaan dan dit.
Er zijn weinig mensen die lijken dit echt tot in de puntjes door te hebben. Misschien is dat wel gewoon het feit dat je financieel goed onderlegd bent. Ik denk dat het niet lang meer duurt voordat iedereen het doorheeft. Want jij en ik en alle andere mensen gaan dat heel hard voelen in onze portemonnee. Ja. Ja. Dus je kunt wel zeggen, ja, we snappen niet hoe het komt, maar maakt niet uit. Je gaat het gewoon merken. Dus ja, dat is heel erg lastig. Want in 2008 had je de financiële crisis en dat was een crisis van de bankenwereld. En toen verloren misschien heel veel mensen hun bank, hun job of hun werk in de financiële sector. Ja. Nu is het een probleem van ons allemaal. Ja. En als mensen in hun portemonnee gaan, toen de tijd konden we misschien hooguit in plaats van 5 keer, dan hadden we het over de mensen die in de financiële sector zaten, in plaats van 5 keer misschien 3 keer op vakantie in een jaar. Maar nu hebben we het over hele andere situaties en die schrijnend zijn. Vanochtend, ik was bij BNR vanochtend, en een van, we zijn niet eens aan toegekomen. Het ging veel te snel. Maar een van de topics die ze daar wilden bespreken was, ik moet het nu even heel goed vertalen, maar de horeca en binnen de horeca de snackbar, frituurzaken, die veel energie verbruiken omdat ze moeten frituren. Frituurpannen gebruiken. Ja. Die hadden een soort collectief afgesloten waarbij ze energie wat eigenlijk overbleef tegen een vast tarief konden inkopen. Relatief goedkoop konden inkopen. En dat moest uitgebreid worden naar de andere horecasector. En dan denk je, ho, wacht even, dat is inderdaad heel belangrijk. Want dan krijg je die inflatiespiraal, die kun je enigszins scheppen. En denk je van, ja, maar hoezo zij? Waarom niet de mensen die het echt, echt zwaar hebben? Waarom reserveren we die energie die over is niet voor hun? Want die hebben een baby thuis liggen. Of ja, weet ik veel, nou dan ga ik misschien helemaal los op. En ik wil ook echt niet de wereld, ik kan het niet in mijn eentje verbeteren. Maar ik kan wel mijn stukje bijdragen, voor zover ik dat daar invloed op heb. Mooi. Mooi. Heel mooi. En dus, voordat je in Monte Rosa opklom, klom je ook al de Kilimanjaro op. Ja. Dat was een jaar eerder of 2 jaar eerder of zo. Was dat ook eerder al zo'n inzichtmoment voor jezelf? Of was dat? Nee, het was wel, ik moet eerlijk zeggen, ik hou heel erg van avontuur. Ik moet echt af en toe mezelf weer even voor de leeuwen gooien. En dat ik gewoon denk van, kan ik dit? En elke keer als ik daar weer zo'n berg op loop, dan denk ik, ik kan dit helemaal niet. Is in Afrika best letterlijk voor de leeuwen gooien trouwens. Het is echt een pure hel. Iedereen die denkt dat een berg, dat is gewoon verschrikkelijk. Maakt niet uit hoe fit je bent. Ik ben hartstikke fit. Maar dus ik moet elke keer weer zo nodig iets doen wat me gewoon tot waanzin drijft. Maar nou ja, daar hoorde dit ook bij. Maar het is wel zo dat je in de berg heb je vaak geen telefonisch bereik. Heb je opeens zit je echt in een wijsheid van een extreme natuur, die koud of warm of heel droog. En die maakt wel diepe indruk op je. Waardoor je, of je het wil of niet, echt wel even door een reset heen gaat. Kan ik me voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen. En dat een soort realisatiemoment wat je eventjes krijgt van zaken. Doe jij dat ook met, trouwens, misschien wel interessant, doe je dat ook met coaches en dat soort dingen? Als je zo'n berg oploopt? Het wordt wel veel gedaan door groepen die zeggen van, nou, we gaan een paar CEO's, lopen we de berg op en nemen een coach mee en dan gaan we brieven schrijven en andere dingen doen. Nee, ik denk dat het heel goed zou zijn als je dat zou doen. Ik heb het zelf niet gedaan. Maar ik denk dat het, laat ik zo zeggen, je komt jezelf wel erg tegen op zo'n berg. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen dat ik op die berg kon ik helemaal niks. Echt, alsjeblieft, als er ook nog een coach tegen me aan was gaan praten, dan denk ik dat ik van de berg afgesprongen was. Als die coach een fles bubbels mee had genomen misschien. Dat was wel gezellig zelfs geweest. Daar dat kon ik niet. Maar ik denk, bij mij kwam het eigenlijk in de weken daarna pas. Dan valt alles een beetje op zijn plek en dan denk je, oh ja. En Maar dat is ik moet eerlijk zeggen, ik wil nog 1 berg doen. Dat is de Mont Blanc. Die konden we dit jaar niet beklimmen, om 1 reden. Bij Chamonix omhoog en dan kijken of je tot de top kan komen. Sorry, om welke reden? Het was gewoon te gevaarlijk. De gletsjers die smelten heel erg hard. Ja. En dit was gewoon, en het was heel zichtbaar toen we op de Monte Rosa stonden, want het is niet heel ver van de Mont Blanc af. Het was gewoon te gevaarlijk, te veel steenslag, te veel ellende eigenlijk op die berg. En dat is wel pijnlijk als je dat zo moet horen. Of zo. Nou ja, voor ons was het een kwestie van, ja, je verzet je klim. Maar op een gegeven moment ga je wel nadenken van, ja, maar waarom is het eigenlijk? Ja.
En dat is zeg maar wel iets wat bij mij, zeg maar. Jezus, waarom zeg ik zo vaak, zeg maar. Sorry. kunt hebben. Terugkomen naar dat eerste punt van ja, we staan er gewoon niet heel erg lekker voor. Dat is het moment geweest waarop ik dacht van ja, maar ik moet even naast van dat ik het gewoon heel interessant vind om als belegger in impactbeleggingen te investeren, moet ik, en daar, dat is bij mij eigenlijk, heeft dat nog meer drive losgehaald. Moet ik echt alles wat ik kan, en ik niet alleen, maar het liefst met heel veel mensen, me gaan inzetten om alles wat ons bij machten is te doen om daar een soort van keerpunt in te bewerkstelligen. En dan kunnen mensen zeggen, ja, wat draagt dat nou bij? Maar ho eens even. Want waar geld is, is verandering. Ja. Ja, dat, ja, nou, en toevallig zijn wij een platform waar geld en projecten en aanbiedingen bij elkaar komen. Ja. Dus dat is voor mij eigenlijk het laatste stapje wat wel op zijn plek is gevallen door die klim, grappig genoeg. Mooi. Dus ik ga nog één klim doen hierna, de Mont Blanc. Ik hoop dat ik daarna zeg van weet je, Marleen, ga gewoon eens even een andere hobby zoeken, want het lekker is gewoon fietsen. Verschrikkelijk. Nou, ik weet niet of het fietsen wordt. Het is gewoon verschrikkelijk om elke keer zo'n ellendige berg op te moeten lopen. Maar dat is wat mij betreft gewoon de laatste klim die ga ik doen en ik hoop dat we hem kunnen doen. Misschien volgend jaar, misschien in het voorjaar. En daarna moeten we gewoon verder. Mooi, ik ben echt blij dat je dit in dit gesprek nu uitlegt en wat verder uitdiept. Interessant genoeg krijg ik nog best vaak de vraag. Wij zijn goed gerelateerd, als in ook onze bedrijven, Share Council en Exchange doen veel samen. Ik vertel mensen met trots dat jij ons ook adviseert op de momenten dat het nodig is. Maar dat is heel wederzijds. Maar ik krijg ook wel mensen die vragen dan, ja, maar wat is Marleen nou aan het doen, joh? Wat is nu wat veranderd? En ja, nu het impactstuk. En ik ben blij dat je dit nu uitlegt. Ik heb wel het idee dat ik Marleen tegen me over heb zitten en niet an Exchange. En Marleen die overtuigd is van het feit, jongens, het gaat gewoon mis zoals het nu gaat. Ik heb gereedschap waarmee ik hier een stukje in ieder geval aan kan bijdragen aan de oplossing. Ik neem maar dat ook zo voelt, dat je overtuigingen daarbij zijn. Of? Nou ja, absoluut, want anders zou ik niet oprecht of authentiek daarin kunnen zijn. En, ja. En het is wel, je bent wel naakt toe naar buiten om dat wel heel hard uit te spreken. Maar ja, inmiddels denk ik ook met 44, ja, het is wat het is, jongens, hier moet je het mee doen. Ik bedoel, toen ik 12 jaar geleden met Gold Republic startte, toen zei ook iedereen, wat ben je in godsnaam aan het doen? Ga je goud verkopen? Ben je gek? Ik bedoel, iedereen, goud was op dat moment, niemand kon zich voorstellen dat je dat nog wilde hebben. Want dat was weggelegd voor de criminelen, of voor de fraudeurs, of voor de witwassers. Althans op de manier zoals... Zoals werd behandeld. Zoals het werd behandeld, en met name over fysiek edelmetaal. Dus, ja. Dus ik ben daarvan... Ik kom graag over 10 jaar terug en dan zeg ik, weet je nog, dit gesprek wat we toen hadden, waarbij iedereen zegt, is Marleen nu weer aan het doen? Is ze nou weer met impact? En dus wacht maar, over 10 jaar praten we nog een keer. Mooi. Nou, dan heb ik een laatste vraag. Ik zag een wijze mooie post voorbij komen, daar hebben we even over gesproken vandaag. 5000 nieuwe aandeelhouders bij an Exchange. Door iets wat jullie mooi gecoind hebben als de airdrop van aandelen. En voor degenen die dat niet weten, maar airdrop. Eigenlijk is airdrop, volgens mij komt het van Apple. Je kan iets airdroppen van je telefoon naar je computer toe bijvoorbeeld. Of van de ene telefoon naar de andere, heel makkelijk via een directe connectie. Ik moet zeggen, bij ons werd dat inderdaad door onze lead developer ook al wel vaker gezegd. We moeten gewoon aandelen gaan airdroppen. En jullie hebben dat op grote schaal gedaan. Door op LinkedIn een aantal posts en een paar aantal andere posts te maken. Van nou, wie zich nu inschrijft en nu aangeeft, ik vind dit gaaf, ik wil meedoen. Die krijgt een airdrop van ons, die krijgt gewoon een aandeel van ons. De ondergetekende heeft zich dus ingeschreven. En vandaag lees ik dat het 5000 mensen zijn die dat met mij gedaan hebben. Het zijn er nog meer dan 5000. Dus, nou komt de laatste vraag. Oké. Okay. Nou heb jij straks een Zoom-meeting. Dus een algemene aandeelhoudersvergadering. En daar zitten... Stel even dat er dus meer dan 5000 mensen in die Zoom-meeting zitten. Wat ga je ze vertellen? Wat is het eerste wat je zegt? Nou, ik moet zelf ook nog een beetje slikken. Want ik was erop voorbereid. Ik zei, we geven maximaal 5000 aandelen uit. Het zijn er meer geworden, omdat er zich meer mensen hebben aangemeld.
En wij hebben besloten dat we ook die mensen willen rewarden met een aandeel. En ik heb natuurlijk van tevoren gerealiseerd hoe ben ik tot 5000 aandelen gekomen, is omdat ik me dat bedacht toen ik dit bedacht. Dit is maximaal. En ik heb wel eens in de rij gestaan voor een zaal van 2000 mensen. En dat was de grootste zaal van de rij. En dat was echt heel erg groot. Dat waren heel veel mensen bij elkaar. 5000 mensen is zo groot als een gemiddeld dorp in Nederland. En ja, ze zeggen wel dat het takes a village to... Ik vind het mega spannend. Want het is niet dat ik dingen anders ga doen omdat we opeens 5000 aandeelhouders hebben. Maar er zijn wel opeens 5000 aandeelhouders aan wie ik verantwoording af moet leggen. Aan wie ik moet laten zien wat ik doe. Hoe we groeien, wat we neerzetten. Welke beslissingen we nemen, et cetera. Ja, en iedereen zit daartussen. Dat, onder andere jij ook. Jammer met de korte achternaam. Ja, ja. Maar ook onze concurrenten, vast ook iedereen die er een mening over heeft. Misschien wel iemand van de AFM. Ik heb geen idee. Ja, dat vind ik wel wat. Mooi, ja. Spannende tijden. Ja. Dank je wel, Marleen. Dank je wel dat je hier wilde komen. Dat we dit gesprek konden hebben. Dat je hopelijk genoten hebt van je bubbels tussendoor. Ja, ik vond het heerlijk. Wat fijn om dit een keer te bespreken. En fijn om dit te doen. Als allerlaatste, ben ik nog iets vergeten? Is er iets die zegt, ja, maar ik vind het... Nee, dat je hier nog niks over gevraagd hebt, dat snap ik echt niet, want nee, je kent me zo goed. Ja, ik denk dat we gewoon in deze, 20 minuten of half uurtje dat we hebben gesproken, we hebben zoveel te bespreken altijd. Ja. Nou ja, misschien kunnen we een klein tipje van de sluier oplichten. En laat ik aan jou over. Nou, wij zijn toevallig een heel mooi project gestart binnen Two Tokens. Ik denk nu ongeveer een jaar geleden. Ja, klopt. En iets wat eigenlijk op een gegeven moment... Traagde dat wat? We zijn allebei heel erg druk. Maar het staat er nu toch echt. Dus, wil je uitleggen wat het is? Ja, nou, ik ga het niet uitleggen, want dan zijn we veel te lang bezig. Ik denk dat mensen bij Two Tokens kunnen inloggen zometeen, want daar gaan we het bekendmaken. Maar in ieder geval is het project dat heet de Digital Notary. Ja. En dat is wel samen door N-Exchange, Bondex en de Share Council naar voren gekomen. Dus ik vind dat is ons haakje naar de volgende sessie. Misschien mogen we dat aan die 5000 aandeelhouders straks vertellen. Ik denk het wel. Dankjewel. Fijn, heel fijn, heel fijn. Ik zet hem er gewoon weer tussen. Fijn weekend. Fijn weekend.